De wereldbevolking groeit en daarmee ook de behoefte aan voedsel, energie, chemicaliën en producten zoals margarine, plastic, zeep, schoonmaakmiddelen, verf en lijm. Als we blijven doorgaan zoals we nu bezig zijn, dan hebben we over een tijdje een groot probleem. Om daarin te kunnen blijven voorzien, moeten we overstappen naar een economie waarin wij de grondstoffen voor deze producten uit duurzame bronnen halen. Dus bijvoorbeeld olie uit microalgen in plaats van palmolie. Microalgen concurreren niet met landbouwgrond omdat we kunnen ze in onvruchtbare grond kweken. We kunnen ze in de reactoren, in woestijnen of in de zee plaatsen. Bovendien, de productiviteit van microalgen is hoger dan de productiviteit van landbouwgewassen. Daardoor zijn microalgen zo duurzaam. We kweken ze om allerlei verschillende bouwstenen uit te halen, zoals vetten, koolhydraten en eiwitten. Tot nu toe zijn microalgen alleen op kleine schaal gebruikt. Om microalgen op grote schaal als grondstof te kunnen gebruiken, moeten wij het proces opschalen en de productiekosten verlagen. En daar werken we aan in Algepark. Wij onderzoeken de beste manieren om het zonlicht te gebruiken om die algen te kweken, welk kweeksysteem de hoogste productiviteit heeft en energie-efficiënt is en welke microalgen het meest geschikt zijn om waardevol bouwstenen uit te vinden. Wij hebben genoeg informatie verzameld in de afgelopen 5 jaar om een commerciële productiesysteem te ontwerpen. Zo werken wij al in bouwstenen voor in cosmetica, diervoeding en levensmiddelen zoals omega-3 vetzuren. Maar voor duurzaam vervangers voor palmolie en visolie moeten de productiekosten van de algen nog verder omlaag. Ik geloof dat wij over 10 jaar zover zijn dat we dezelfde levenskwaliteit kunnen hebben, maar dan met duurzame producten. Mijn naam is Maria Barbosa en ik ben wetenschappelijk onderzoeker aan Wageningen University en Research.